zijn de jongens van Plein en met verschillende lijn en. Ik deed één druk. Pa, ik heb geld nodig. Pardon? En dat ik niet meer zonder kan. Toch is het wel raar. En kijk eens wie we hier hebben. Oh, je komt er nodig. Dennert! Je komt er nodig, zo. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. En vandaag is het een heerlijke dag. En dan vraag je misschien, waarom is het vandaag een heerlijke dag? Nou, ik werd wakker en ik kijk uit mijn raam. En dan moet je nou eens even kijken. Dit is toch fantastisch? Dit wil je toch? Een volledig zonnetje. Je ziet het niet eens goed op camera, maar hij is heel heftig. Een heerlijk zonnetje. Maar goed, ik ben lekker wakker en ik ben best wel moe, aangezien ik gisteren tot 3 uur in de studio was om muziek te maken. En ik heb echt een heel erg leuk nummer gemaakt, maar ik ben nog best wel een beetje moe. Maar ik ga nu richting Haarlem, want ik ga sporten samen met Niek. Dus ik ga de auto in en dan gaan we lekker sporten. Ik ga eventjes even een banaan pakken of een croissantje of iets. En dan ga ik de auto in. Goed eten voordat je gaat trainen, anders ga ik weer trillen. Vannacht om 12 uur is het nieuwe album van Lil Klein uitgekomen. En ik had er zoveel zin in. Hij is zo hard ook gewoon. Dat het gek genoeg is. Jij wil een buis van cocaine? Het zijn de jongens van Plein en met verschillende lijn. En ja, ze doen het sinds klein. En baby, ken je de prijs? En schatje, wil je cocaïne? Deze is ook echt heel hard. Ik trek mijn outfit aan en strik mijn veters, bitch. Ik hoor ze zeggen dat die kleine echt vernederd is. Zijn carrière van hem helemaal beneden is. Maar schijn bericht, want die kleine die heeft paper, bitch. Niek. Niek. Ah, hallo meneer. Wilt u vragen? Ja. Het is momenteel bijna 10 uur. Ja. En we zijn om 10 uur gaan sporten. Ja. Ja, oh, ja? Dus dat betekent... Ik ken hem niet, meneer. Ik loop hier... Dat ik op tijd ben! Oh, oh. Yes! Nee! Nee, niet terugkomen, Niek. Doe nou eens normaal. Doe nou eens even normaal, Niek. Jezus. Jongens, ik ben op tijd. Eindelijk. Het is me gelukt. Moet je negeren. Sorry. Oh, shit. Dit ziet er denk ik heel raar uit. Dit ziet er heel... Ja, vooral als je nu zo kijkt zo. Ik heb pijn aan mijn onderrug. Erg romantisch, boys. Erg romantisch. Hey! Zie je dat? Hey, ik heb pijn aan mijn onderrug. Dus iedereen gaat het losmaken. En nu? Ja, vlog. Is weg? Ja, jij was geïnteresseerd in een duoparté. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb... Ja. Ja, hè, ja, 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 ja. Ja. Tot dan. Wat een gekke jongen. Wat een gekke jongen is het ook. Nee, dat deed ik niet. Niek, dat deed ik niet. Ik deed een klein... Niek, ophouden. Niet doen. Draai om. Niet doen. Doe ik gewoon niet tegen de camera aan, hè? Ik deed één druk. Wat een loser is het ook. Nee, ik raak ze ook niet eens, lul. Ja, spijt me tegen jezelf aan. Flikker. Maar jij deed een heel glas. Wat zie je hier dan? Mat. Nou, jongen, moet je nagaan. We zijn gewoon aan het trainen. Maar Niek kan nooit even serieus doen. Wie begint nou, teamfire? Ja, en we zijn er. Dit was Niek. Wat hang je nou nog niet? Ik ben nog... We zijn al lang begonnen. Maar het is 30 seconden werken. En 35 en vanaf de 18 begint de jongen pas wat te doen. Zoals je oma zegt dat je gewoon een dikke kop aan het krijgen bent. Zit van oma. Zijn oma zei dat echt? Wat ben je dik geworden? Ben je mijn oma, zei Niek. Ik kwam binnenlopen bij mijn oma en zeggen: Jezus schat, ben jij dik geworden? Weet je hoe dat komt? Omdat je pas bij God van mijn seconde 18 pas iets gaat doen. Houd toch op, man! Ga er maar iets doen. Niek, jij doet ook niks, jongen. Jij doet ook gewoon niks. Nee, ik ben niet dik! Jongens, schiet op, jongen, slappe tosti. Jezus, jongens. Jullie krijgen binnenkort een shirtje. Met slappe tosti door. Het is hier ponykamp. Kijk, ik heb zo hard getraind dat het gewoon eigenlijk op zo'n spuit. Niek. Je bent aan het kloten, Niek, vandaag. Hij begon met water over mij heen te gooien. Nou, dan kan je een kleine payback verwachten.
Hij begint met die fles te eten naar mijn hoofd gooien. Ja. En dan gaat hij zeggen dat ik aan het kloten ben. Hij is ook aan het kloten. Maar het is geen zweet, het is water. Het is gewoon water. Dus je hebt dus eigenlijk... Misschien heb ik gewoon niet hard genoeg getraind. Je hebt het weer niet gedaan. Weet je wat, we gaan wel trainen bij Gewon. Hoe kip gaan eten. We kunnen kip trainen. Hoe snel we 2 broodjes kip naar binnen kunnen doen. Je bent wat je eet, hè? Je bent een dikke plofkip, dat ben jij. Oei! Je hebt een kip zonder eten in India. Dat ben ik nu. Nou, een Indiaans gerecht, hartstikke lekker hoor. Ik doe het ervoor. Nou, kom, we gaan, ik wil je weg. We gaan. Hit, bedankt voor trainen. Ik voel me te veel. Ga jij ook mee? Ja. Ja, blijf nog even. Leuk. Nu gaan we lekker een broodje eten. Kom je even in? Hey Guusje, hey jongen. Tot de volgende keer, hè, vriend. Niek, geef mijn sleutel terug. Niek. Nee. Niek, nee. Niek. Nee, Niek. Niek, nee. Geef terug. Je kan er niet eens langs. Geef me sleutel terug, dan help ik je doorheen. Zo, wat ligt Haarlem toch weer lekker bij in het zonnetje zo. Laat eens zien, koeis. Vind je het nou zo grappig? Ja, ik ben zo aan het zoeken naar die sleutels. Ja, maar ik was hem ook echt kwijt. Maar ik zat zo, maar ook echt zo je camera zat van, nou, ik ga nu naar Niek, want hij heeft mijn sleutel. Ja. Heel grappig. Ja, Niek die had zijn sleutel, die had hij ook in mijn jas zitten. Dus ik wil mijn eigen sleutel pakken. Is hij weg? Hij is weg. Niek heeft vandaag een goede dag. Ja, ik heb niet geslapen, maar daardoor, ik weet niet, ben je een beetje moe, maar soms kan je dan dat moe juist omzetten in een soort van ultieme blijheid. Nou, jij hebt ook slecht geslapen. Jij ging ook, niet eens nog een snapje dat hij om 4 uur wakker zei hij, ik heb een nieuw programma bedacht. Ja, ik heb een nieuw programma bedacht. Niet vertellen. Anders weet allemaal... Ik heb niet eens gezegd wat je ervan vond. Ik zei zo tijdens even, oh, nee, Ik zei leuk, leuk idee. Oh, oké. Maar we gaan nu een broodje halen. Feature. Nou jongens, we zitten helemaal perfect aan de gracht. Met een broodje. Niek zei het net ook al, er fietsen ook de hele tijd mensen langs die allemaal aan het neurien zijn. Niek is vandaag vrolijk, terwijl we weinig slaap hebben gehad. Het is gewoon een zonnige mooie dag. Het is een zonnige mooie weekenddag. Ja. Begin van het weekend, komt al een meerkoetje gezellig langs. Doe is normaal. Oh, Niek. Ga weg. Niek. Het is normaal. Kijk, hij wordt boos. Voor de duidelijkheid, het is een heel zacht takje. Er zijn geen dieren bij gedaan. Ja, moet je wel zeggen, anders gaan mensen natuurlijk weer zeiken. Jongens, ik ben nu op de zaak van mijn vader, want ik heb een probleem. Namelijk, ik moet tanken, alleen ik heb geen pinpas bij me. En op die self-serve tankdingen kan je niet met je ding betalen. Maar ik heb geld nodig. Pardon? Nee! Nee, ik moet tanken, maar ik heb geen pasjes bij me. Dus ik kan er... Je moet Menno even bellen, want die is broodje kip aan het halen. Heb ik al gehad. Goed. We hebben een pinpas. Nu kunnen we gaan tanken. Want ik had net nog maar 3 streepjes op het ding staan. Maar ik zal hem even aanzetten. Let op, daar komt hij. Hier, 3 streepjes. Dat betekent dat ik niet meer kan rijden. Dit ga je niet menen. Kom je aan, kan je hier gewoon je telefoon tegenaan houden. Bij de meeste tankstationen kan je eigenlijk helemaal niet met Apple Pay betalen of gewoon zeg maar met je telefoon zo er tegenaan doen. Maar bij deze kon het wel. Maar ze hebben hier geen 98. Ik tank altijd V-Power of E5 98. Dus ik heb er nu maar even voor 20 euro even wat anders in gegooid. Want ja, normaal gesproken doe ik altijd die andere benzine, want dat is beter voor je motor. Maar goed, we kunnen nu weer 125 kilometer, dus helemaal top. Ik ga weer even terug naar de zaak. Dan ga ik even dat pasje terugbrengen. En dan ga ik een lekker koffietje nemen. Ik ben weer terug in Amstelveen. En ik ga straks gelijk door richting Amsterdam. Want ik heb straks een bespreking met We Are Era. En dat is mijn YouTube management. Dus die doet alles voor mijn YouTube, zeg maar. Maar ik ga eventjes een normale broek aantrekken. En een beetje opfrissen. Want ik ga natuurlijk niet in mijn sportkloffie daar naartoe. Dus even snel naar boven en dan gelijk weer door. Ja jongens, het koffertje gaat mee. Ik ga hem lekker terugbrengen. Want ik heb er helemaal niks aan. Want ik ga niet op vakantie. Hey. Oh, bam, 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 bam. Zo, dat was het weer. Ik heb gesproken over nieuwe content en over gewoon mijn YouTube kanaal, hoe het eruit ziet, hoe het gaat. Gewoon, het is eigenlijk gewoon... Hey, wat is dit nou weer? Zo gaat hij open.
Nee, maar wij hebben gewoon gekeken naar mijn YouTube. Doen we gewoon een beetje maandelijks. En dan kijken we gewoon van, hé, wat kan er beter? Hoe ziet het er achter je kanaal uit? Weet je, wat doen de views en dat soort dingen? Dus we zijn weer lekker opgefrist. En we gaan weer de auto in. En dan ga ik weer lekker naar huis. Oh nee, trouwens, ik ga naar de Bijenkorf. Want ik ga mijn koffer terugbrengen. Die ik niet meer hoef, omdat ik niet meer op vakantie ga. En dan ga ik ook even kijken voor mijn rugzak. Want ik heb nog steeds geen rugzak. En die heb ik nodig. We zijn in Amsterdam bij de Bijenkorf. En het tasje gaat weg. Het gaat pleiten. Ik hoef hem niet. Ik heb hem niet nodig. Zoals ik net zei, ik ben gisteren in de studio geweest en ik heb samen met Luca een hartstikke... Niet trouwens, niet Luca Giliet van de vorige vlog, maar Luca... Ja, die heb je ook wel eens een keer gezien. Ik heb ook een nummer met Stefan, met Luca gemaakt. Hij is een producer. Maar we hebben echt een lijp nummer gemaakt en ik dacht, ik ga hem eventjes laten horen. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus hier komt ie. Ik kan patten, dat vind jij niet low. Maar toch weet ik dat het goed zit. Wat wij nu hebben nog een ongeschikte boek is. Maar soms heb jij wel last van gekke mood swings. Dan laat ik je, want daar ben ik niet goed in. No. Ik ken je niet eens lang. Maar soms dan ben ik bang om weer lonely te zijn. En dat ik niet meer zonder kan. Toch is het wel raar. Zoals ik nooit, maar kijk me nu. Ik heb het voor mekaar. Ja jongens, dat is dus het stukje en ik vind hem zelf echt heel nice. Dan maak ik nummers en dan denk ik achteraf van ja oké, okay, het klinkt nice. Maar deze heb ik wel echt dat ik denk van oh, ik vind hem zelf ook echt chill. Ik vind hem gewoon nice, ik voel deze wel. Maar laat het weten in de reacties wat jullie van dit nummer vinden. En misschien komt hij dan wel uit. En ik zeg het echt heel vaak, maar ik ben er echt mee bezig jongens. En ik zie heel veel vragen in de comments die vragen aan mij van hey... wanneer ga je uitbrengen? Waar staat je muziek? Het staat nog nergens. Ik heb heel veel nummers. Maar die heb ik allemaal zelf. Maar ik ga het uitbrengen. Echt waar. Ik ben ermee bezig. Ik ben aan het praten met labels. En ik ben een plan aan het maken. Om het gewoon zo goed mogelijk te brengen. En daarom, ik weet ook niet, zelf ook niet zo goed wat ik er allemaal over moet zeggen. Maar het komt eraan, echt waar, echt waar. Maar laat maar weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Ik moet zeggen jongens, die koffer, ik ben blij dat die weg is. Het was echt een van mijn domste aankopen die ik ooit heb gedaan. Ik weet niet of ik het in de vorige vlog ook al had gezegd. Maar die koffer was €675. En dat is bizar. Dat slaat helemaal nergens op. Een koffer voor €675. What the fuck? Het was ook gewoon handbagage. Dus ook niet een echte grote koffer in het ruim. Nee, gewoon handbagage. Maar ik heb geen idee wat ik op het moment van kopen dacht. Ik stond daar. Ik dacht van, oh ja, die is best wel mooi. Maar die is ook de eerste keer in mijn leven dat ik zelf een koffer kocht. Eerst had ik altijd de koffer van mijn ouders gewoon, weet je wel. Dus ik wist ook, eigenlijk had ik helemaal niet meer verdiept in wat een koffer normaal kost. En... ik vond hem hard. En toen dacht ik van, ik koop hem wel. En ik kende het merk ook helemaal niet. Maar blijkbaar was het een heel ziek merk. En is het echt de Louis Vuitton onder de koffers. Maar, en dat gaf mij gewoon geen goed gevoel. Dus ik heb hem teruggebracht. Want voor €100 of €150 of zelfs minder zelfs. Heb jij ook een fucking goede koffer die gewoon werkt. En ja, hoe vaak gebruik ik nou een koffer? Dus ik vond hem bizar duur. Dus ik heb hem teruggebracht. Maar dit was echt de domste aankoop die ik misschien tot nu toe heb gedaan. Maar hij is weg. Hij is terug. Het is leeg in huis. Het is leeg. Willem is weg. Ik weet niet waar Willem eigenlijk is. Volgens mij gaat hij naar Haarlem of zo. Maar ik ben dit weekend alleen thuis. Want Ruben, die is samen met Joris naar Oostenrijk gegaan. Dus ik heb het rijk voor mezelf. Ik ga domme visa's geven nu. Oké. Okay. Zijn die jongens van Luca die is onderweg naar mij en Danny die belde mij en die zei tegen mij van hey, heb je zin om mee uit eten te gaan? Want hij had een tafel gereserveerd bij een leuke tent in Scheveningen Encore. Dus wij dachten, nou gezellig, we kunnen weer een keer uit eten. Dus we gaan richting Scheveningen zo en dan gaan we lekker eten. En jullie hebben Danny ook echt heel lang niet meer gezien. Ik heb Danny ook al heel lang een tijd niet gezien. We hadden woensdag weer afgesproken, maar Danny, die was gewoon een lekker tijdje lekker aan het werken en veel bezig met zichzelf. Dus het was helemaal goed. En nu gaan we weer naar hem toe. Dus ik ga zo de auto in en dan gaan we. Jongens, ik ben vandaag aan het vloggen en ik zit in de auto. Ben ik mijn camera vergeten. Lekker. Goed gedaan Vincent, maar ben jij een goede vlogger. Yes. Oh, lekker hè Luca. Ben je aan het genieten jongen?
Hartstikke bro. Tijd van mijn leven. En kijk eens wie we hier hebben. Oh, je hebt content nodig. Dennert! Heb je content nodig, joh? Ik heb met je iPhone. Ik heb geen content nodig, maar ik ben vandaag aan het vloggen, maar ik ben mijn camera vergeten. Ja. Dus dat kan toch niet, hè? Nee, ik ben gewoon net een vlogger. We hebben geen camera. Nee. Ja, ik heb mijn camera weer terug. We zijn alweer lekker thuis. En moet je eens kijken wie er ook is. Luca is gezellig meegekomen. Oh mijn god, en mijn shirt matcht gewoon met dit. Wat een toeval. Zo, en nu gaan we lang leven liefst kijken. Eerlijk. Hey, maar eerlijk, even eerlijk. Vind jij mij een goede vlogger doordat ik mijn camera vergeet? Nee, ik vind je extreem haten. Want zeg maar de vorige keer dat ik met jou was, ging ik zeg maar lopen haten. Of zeg maar vloggers die dan zeggen, ik ga vandaag wat doen. Ja, camera. En die ben je gewoon zelf een guys. Vorige keer hadden we het zeg maar over sommige vlogs. Bijvoorbeeld Luca was zo'n vlogger, weet je wel. Zo'n iemand die dan, die zegt van, nou jongens, het is nu 5 uur en wij gaan daarheen. En dan gaan we daar leuke dingen doen, vervolgens niks meer filmen. En dan zeggen, nou jongens en meisjes, zijn we terug. Ja, maar nu ben je ook zo'n guy, dus... Ja, en nu, ja, nou, dat is waar, nu ben ik ook zo'n guy. Maar goed, we gaan lekker lang even liefde kijken. Maat, kun je naar huis gaan alsjeblieft? Kijk, ik vind het zo raar dat je dit niet zo vast hebt, hè? Want net... Kijk even welke plaat je maakt. Kijk, ik zei, ik ga naar huis. Weet je hoe het begint te huilen? Hij zit loose het video. Ga maar naar huis, Luca. Ik red me wel. Dit is wel zo'n perfect nummer ervoor. Ik red me wel, ga maar naar huis. Nee, ik ben helemaal alleen dit weekend. Ruben die is in Oostenrijk. Dus ga vis afgeven. Ja man. Maar ik ben niet uitgenodigd. Ik hoor dus gastlijst en zo dus. Ja, er is gastlijst. Ik heb zeg maar, niemand heeft mij geconnect van, yo, Luca plus 1, maar zie je, dat bedoel ik. Dus nu ga ik naar huis. Je kan gewoon een ticket kopen op de site, hè? Wow. Ik dacht dat je wel zeg maar in een VIP soort section zit, maar... Waarom zou je in de VIP zitten? Jezus, omdat je dit soort pokus voor me speelt, ja? Jij laat traden als ik wegga. Hoe bedoel je? Hoe ben ik geen VIP? Nee, Luca die gaat lekker naar huis. Het is mooi geweest. Het is bijna 12 uur. We zijn en we gaan slapen. We zijn niet meer jong. We zijn niet meer zo jong. We hebben die levenskracht niet meer. Ik trek het niet meer. Het is 12. Moet je nagaan, hè? Vroeger, jaren geleden, konden we gewoon... Gingen we door tot 6 en zo, weet je? Kon je misschien niet slapen. Nee, tot 5 uur 's ochtends in de club, weet je wel. En nu is het gewoon een 11:30 uur met de pot. Ik trek het niet meer. Ga mijn nest in. Morgen moeten we vroeg de kinderen ook weer wegbrengen. Ah, hij liegt. Ik vraag aan hem, wat ga jij doen morgen vinden? Hoor, hij zegt, ja, ik mag helemaal niets lastig. Nee, ik doe ook heel weinig. Maar goed. Je ligt gewoon echt in je nest. Oh, is dat een slow-mo shot? Nee. Ga dit editen, wacht, edit deze ook even. Maar kijk, ik hoef toch niet te editen als jij al slow-mo doet? Nee, maar dat is zeg maar, ja, dat ik niet over nagedacht. Oké. Doe je, hè? Ik vind wel dat we een littere box moeten hebben. Later. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ga lekker naar bed, want Luca die is de deur uit en ik ben echt kapot. Ik ben woensdag, begin pas om 5:30 slapen, geen idee waarom. Gisteren om 3:30. Dus ik ga lekker mijn bed in, even lekker slapen en dan zie jullie de volgende keer. Dus vond je deze video leuk, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.